whole life to smoke weed, but for now I know what the people need. Give me some. Give me some. Kijk, de clubpas als zodanig is niet zo erg essentieel, maar de ledenadministratie wel. Ja, want dat is natuurlijk het punt waarop je kan controleren dat er geen buitenlanders, et cetera, lid zijn. Naam van iemand, geboortedatum, postcode of de woonplaats. Dat zijn de drie punten waarvan wij het ook heel acceptabel vinden dat gewoon gecontroleerd kan worden. Opdat gecontroleerd kan worden niet wie het is, maar of betrokkenen voldoet aan de voorwaarden waaraan voldaan moet worden, namelijk meerderjarig en Nederlander en geen buitenlander. Stel, we gaan het zo invoeren zoals u dat doet. Dan hebben we nog steeds de koffieshop die zich in een criminogene sfeer begeeft. Want de achterdeur is nog niet gereguleerd en dat wilt u zo houden. Daar is straks informatie beschikbaar van mensen die dus blijkbaar cannabis gebruiken. Er zijn bepaalde vakken, bepaalde banen, waar je dan een probleem hebt met je werkgever. Terwijl je helemaal niet een groot gebruiker hoeft te zijn. En dat kan een chantagemiddel zijn voor mensen die misschien niet aan de voordeur, maar aan de achterdeur daar gebruik van willen maken. Ziet u dat dilemma? Ziet u dat dilemma? Ziet de minister dat dilemma? Nou, in dit kader zie ik dat dilemma totaal niet. Nee, ik heb er gewoon een gebruiker en die heeft zijn vrije keus. En daar zijn wij dus voor, want anders zouden wij zouden we dat nog verder inperken of verbieden. En die heeft dat dilemma niet, die weet wat hij doet en die zal ook niets aangedaan worden. Alleen die moet even voldoen aan de regels van het spel waarop je lid wordt van de club. En dan krijg je een prachtig clubpasje van. Voorzitter, met alle respect, maar deze minister, ik vind echt bijna pijnlijk worden dat de minister niet ingaat op gewoon geschetste problemen die zich kunnen gaan voordoen. Ik ga even mee, nogmaals, met de minister in zijn geschetste beeld. Help mij, voorzitter. Ja, nou ja, graag wil ik de minister helpen. En je staat geregistreerd als lid van een cannabisclub. Met andere woorden, je staat geregistreerd als gebruiker. Dat kan een problematisch gebruiker zijn, maar dat kan ook een recreatieve gebruiker zijn. Eén keer in de maand, één keer in de zoveel tijd rook je dat. En in beide gevallen moet je je net zo hard registreren. Dan kan dat door mensen die kwaad in de zin hebben, die ook in die omgeving van die koffieshop zitten, want de achterdeur is niet gereguleerd, daar redelijk eenvoudig aankomen. Hoe is de bescherming van die gegevens geregeld in het systeem? Hoe makkelijk wordt het om in een computer in te breken? Dat is nog allemaal ingewikkeld. En het zijn zaken waar je wellicht mensen mee kan chanteren. Dat kan een probleem worden. Ik heb het nog helemaal niet over de vraag of dat wenselijk is of niet, want dat is al door anderen aangestippeld. Als we dit gaan doen, hoe wil de minister instaan voor het feit dat mensen niet op grond van hun registratie bijvoorbeeld in de problemen komen, doordat ze gechanteerd worden voor banen of wat dan ook. Hoe gaat u dat borgen? Nou, het is, voorzitter, in eerste plaats de eigen verantwoordelijkheid van de mensen en niemand anders om lid te worden van de besloten club. En dat gebeurt elders ook. We hebben hier vanwege het specifieke karakter van de gedoogsituatie dat ook gereguleerd. En op een hele beperkte manier. En er wordt toezicht op gehouden. Er zijn er twee die daar kennis van nemen. Dat is natuurlijk degene die de eigenaar is van de koffieshop. Dat is fair. En het tweede is degene die toezicht houdt. En die heeft natuurlijk zijn verplichtingen en professionele kwaliteiten daarin. Dus ik zie het dilemma niet, dat was ook de vraag. En anders zouden we daar ook iets aan moeten doen. Voorzitter, tot slot. U garandeert, of vraag of de minister garandeert, dat vanwege het enkele feit dat je lid bent van een koffieshop, je niet juridisch in de problemen komt. Dat u garant staat dat dus niet op zichzelf een feit is wat tegen je gebruikt kan worden in strafproces of wat dan ook. Want dan hebben we een probleem. Het punt
as such, dat je lid bent van een coffeeshop, kan niet tegen je gebruikt worden in een strafproces. Maar dat je, ik kan niet garanderen wat er met iemand gebeurt. Dat is zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat zal de heer Van der Ham ook met mij eens zijn. Maar door het feit dat je lid bent van een club, kan je niet strafrechtelijk in de problemen komen. Dat doet dan niet. Het Openbaar Ministerie gaat toch weer proberen om de Hells Angels veroordeeld te krijgen als een criminele organisatie. Aanstaande maandag zullen daarom 22 verdachten bij de rechter ter verantwoording worden geroepen. Volgens het Openbaar Ministerie maakt de motorclub haar eigen regels en wetten en is strafrechtelijke vervolging op zijn plaats. Eerder mislukte het overigens om de leden van de Hells Angels achter slot en grendel te zetten. We vinden het belangrijk om de Hells Angels aan te pakken. We vinden het belangrijk dat wij in onze maatschappij niet een groep hebben die zijn eigen regels heeft en zich niet aan onze regels houdt. En we proberen daar alle wegen voor te bewandelen. Dit is een geweer. Een geweer, ja, moet ik zeggen. Dat hebben ze ook meegenomen. Maar dat hebben we een half jaar later teruggekregen. We brengen nu 22 verdachten voor de rechter en we zeggen: rechter, volgens ons is deze groep van 22 mensen, samen met nog andere mensen, is een criminele groepering. En wat de rechter zal kunnen beslissen is, inderdaad, deze mensen zijn een criminele groepering. Anderhalf wapen wat wordt aangetroffen in het clubhuis of een verroest mes of wat niet door de beugel kan. Oké, en daar is iemand verantwoordelijk voor. Dat ben ik wel met u eens. Maar om nou te zeggen, de hele club moet hangen voor dat ene mes wat daar buiten het clubhuis in de grond stak, nou, dat gaat te ver. Maar ja, de organisatie is toch ook niet zo groot dat de een niet weet wat de ander doet? Hè, dat is ook wat het OM zegt, zo groot zijn ze niet. De mensen kennen elkaar. Je bent student. Je denkt, ik ga een jointje roken. Of ik wil experimenteren met een jointje. Vervolgens hoor je, je moet een wietpas aanvragen. Dat wordt allemaal geregistreerd. En denk je, dat kan risico's opleveren als ik ooit advocaat word. En als dat uitlekt, we zien wel vaker dat allerlei gegevens uitlekken, dan word ik misschien ontslagen, niet aangenomen, wat dan ook. Weet je, als ik dat jointje bij die 06-dealer haal, waar de collega-student er laatst over had, dan weet niemand ervan en dan kan ik het toch doen. Dat zal massaal kunnen gebeuren, daar wijzen bijna alle deskundigen op, als we drugsgebruik gaan criminaliseren zoals dit kabinet, uw kabinet doet. Ziet de minister dat risico? En zo ja, hoe wil ze daarmee omgaan? Voorzitter, dit kabinet criminaliseert softdrugsgebruik niet. Is de minister het met mij eens dat afgezien van die enkele burger die om wat voor reden dan ook een paar plantjes thuis heeft staan, en met een paar bedoel ik echt niet meer dan vijf, en dat niet al te groot, dat het gewoon criminelen zijn die hier volop bezig zijn met deze handel? Nou, dat was wat de heer Edissen nu zegt, was kort samengevat inleiding van mijn betoog, mevrouw de voorzitter. Justitie voerde jarenlange verbeterstrijd tegen de Hells Angels. Dat leidde in 2005 tot invallen bij alle afdelingen in Nederland. Veel leden werden opgepakt en vervolgd. Intussen probeerde justitie de club te verbieden. Maar tot een verbod kwam het niet en tot veroordelingen ook niet. I got my whole life to smoke weed, but for now I know what the people need.